het is wel duidelijk dat ik niet hier op mijn limiet zit, anders had ik vandaag sowieso volledig ontploft. Dus ja, morgen gewoon vol en dan zie je wel. Kung is ook heel sterk, dus ik denk dat hij iets meer kans zal hebben dan mij om de tijd te winnen. Maar ik heb hem al eens geklopt dit jaar, dus dat ga ik in mijn hoofd steken. Ja, ik denk sowieso Thomas voor het klassement, maar voor de etappe hoop ik dat het tussen mij en Kung zal gaan. Dat lijkt mij misschien het meest logische gezien de wereldkampioenschap en andere resultaten. Maar ik denk Thomas, ik en Kung zullen de drie favorieten zijn voor morgen. Dus heb ik iemand over het oog zien? Ik denk het niet. Nee, dus eerst is naar huis. Ja, normaal pissen hier ook, maar ja, niet jammer ook naar huis. Wel jammer, want ik denk dat hij op zo'n parcours heel veel kans maakt ook in zijn thuisland. Maar we gaan er het beste van maken en hopen om de week gewoon goed af te sluiten. Remco, we gaan ook nog even terugblikken op de voorbije dagen. Voelde je vandaag ook al wat beter? Ja, sowieso. Gisteren was de aankomst eigenlijk iets minder stijl. Ja, hoe moet ik het zeggen? Draaide het gewoon niet hoe ik het wilde. Vandaag draaide het veel beter. Enkel in de laatste 3 kilometer moest ik mijn eigen ritme zoeken, omdat ze voor St. Thomas, Gita, wilden het uitspelen voor het klassement. Maar voor de rest ben ik heel tevreden met hoe ik gereden heb. Ik denk dat ik het best heb uitgehaald vandaag. Ook qua powers was het al veel beter dan gisteren. En nu hopen met morgen dat ik die top 10 terug kan induiken. Dat zou leuk zijn. En dan kan ik toch deze week mijn positief gevoel afsluiten. En dan op naar de Belgische kampioenschappen. Ja, want ik ben Belger. Nee, ja, inderdaad. Op naar de BK's dan en dan een maand zonder competitie. Omdat ik toch wel ook voel dat ik al vrij veel... ik zit al bijna op 40 koersdagen, wat dat vrij veel is voor dit moment. En ik wil toch heel fris aan de Vuelta starten. Wat dat misschien hier iets minder het geval was. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die je uit leert. En zo fris mogelijk aan de Vuelta beginnen. Veel op hoogte gaan. Veel bergop trainen. En dan er het beste van maken, kinderen. Merci. Dank u.